24 mei, ja hoor, zijn we weer. 24 mei, de dag dat. Wat is het voor een dag, die 24ste? We gaan eens even kijken. Alright, we gaan naar 1958. 1958, eens even kijken. Wat is er dan allemaal aan de hand? Dan wordt de Nederlandse luchtvaartmaatschappij opgericht. Welke? Martins Air wordt in 1958 opgericht. En weet je door wie? Grappig, door Martin. Ja, Martin Schreuder. Die dacht in 1958, joh, weet je wat? Ik wil mijn eigen charter hebben. Hij noemde hem ook eerst Martins Air Charter. En dat werd later Martin Air. Geestig, nooit geweten. Waar vlieg jij mee? Nou, met die charter van Martin. Met dat vliegtuigje van Martin. Die charter van Martin. Ja, daar vlieg ik mee. In 2001, Tel Aviv, vallen er 23 doden bij een bruiloftsfeest. Omdat de dansvloer het op de derde begeeft. En toen waren ze op de tweede. Of misschien wel op de eerste, dat weet ik niet. Ja, dat is niet leuk. Het jaartal 18, maak een beetje stapjes hè. 1883. 1883, dat is alweer een tijdje terug. Jazeker. En toen is er een brug gebouwd. Een brug gebouwd? Ja. De Brooklyn Bridge. 1883. De opening van de Brooklyn Bridge. We blijven eventjes Amerika. Bij New York. New York. Vroeger. New Amsterdam. Ook wel genoemd. Was van ons. New York. Ja. Was van ons. Yankees. Hier. New York Yankees. Yankee komt van Yankees. Jan Kees, Nederlands, Yankee, New York Yankees, Jan Kees, zie je? Harlem, Haarlem. Het was in 1626, tijdje terug, toen was deze knakker, Peter Minuit, die koopt Manhattan. Van wie? Van de Indianen, de Native Americans. Er is een document waarop verteld staat dat de Nederlanders op Manhattan doortrekkende Indianen tegenkwamen en hen voor 60 florijnen, is een groot bedrag hè, nu ongeveer 1000 euro, aan snuisterijen, ja, Manhattan kochten. Ja, ik vind het toch een grappig verhaal. Nou, we zijn nooit echt lief geweest. Niemand is echt lief geweest voor die Indianen. Die zaten daar heerlijk in Amerika, niks aan de hand. Nee hoor, toen kwam Columbus op een gegeven moment, die zei, hey, nieuw land. Werd ze afgeknald, Native Americans, de Indianen, zak er maar in. Ja, is niet aardig hè. Maar wij Nederlanders hadden New York, Nieuw Amsterdam, gekocht van Indianen. Terwijl die Indianen, joh, het is niet eens van ons. Dus daarom waren ze hartstikke blij met die 60 florijnen. Als snuisterijen. We gaan naar 1956. 24 mei, wat was er toen? Het eerste Eurovisie Songfestival. Het allereerste Songfestival. Met slechts 7 deelnemers. En Zwitserland wint. Leuk om te weten, toch? Ja. Vind ik leuke dingetjes. Leuke dingetjes. Oh! 1995. 24 mei. Overmars terug naar Davids. Schiet een keertje met rechts, jongen. Schiet mee. Geef maar Rijkaard. Rijkaard, komt hij voor het schot? Nee. Nee, 2. Kluivert, Kluivert. Dit is Kluivert! Ja! Ja! Oh man! Oh man! Overmars! Davids! Rijkaard! Rijkaard! Kluivert! Tikkie met zijn teen! Bam! Oh. Weet je het nog? 1995? Oeh! Kippenvel! Kippenvel! 1-0 tegen AC Milan. Champions League. Bam! Pakt Ajax hem! In Wenen! Oh. Schitterend! Oeh! Voel je hem? Voel je hem weer? Oh! Mooi hè? 1911. Weer ben je terug. Het gaat een beetje van de hak op de tak, hè? Ah joh, maakt niet uit. 1911. In Nederland wordt de eerste vogel van een vogelringetje voorzien. We gaan meteen naar de mensen die jarig zijn. Er zijn natuurlijk mensen jarig. Zo werd in 1941 Bob geboren. Bob Dylan. Bob, laat je eens zien. Bob, kijk, daar is die. 79 alweer geworden, Bob. Jongen. Nou, hè? Bob, gefeliciteerd. Nu gaan we naar, voetballertje. Ja, dat was geen lievertje. 1966 is deze Fransman geboren. Vandaag 54 geworden. Over wie heb ik het? De bad guy. Welke bad guy? Franse bad guy. Oh,
Cantona. Ja, weet je nog? Flying kick. Op een gegeven moment. Het publiek in. Bam! En dan gaan we naar 1972. Ik weet niet of je er nog kent. Toendertijd. Oh, belspelletjes. Ja, mooi. Daar is Valerie. Hallo Valerie. Valerie Zwicker. 48 jaar geworden. Gefeliciteerd. Die had het met Bart de Graaf, die kleine. Ja, die kleine. Bart. Bart Boos. Bart de Graaf. Nou, zei het mee. Eens even kijken. Hebben we nog meer mensen die jarig zijn? Tuurlijk zijn er veel meer mensen jarig. Jij. Vrienden, familie, gefeliciteerd. Gaat dat vieren. Helaas. 2010. Paul Gray. 38 jaar geworden. Overleden. 24 mei. Muzikant in de band Slipknot. Slipknot? Die band met die hele enge hug. Enge maskers. Bah. Linksonder. Dat is Paul. Ja, maar hoe ziet hij er in het echt uit? Hoe ziet Paul er in het echt uit? Ja, geen idee. Zo. Hij houdt altijd zijn masker op. Paul, doe je masker nou eens af, man. Nee. Overleden. Paul, ach, waarom? Hoe is hij overleden? Eens even kijken. Pipa Paulus. Biografie, bla bla bla. Masker. Droeg vroeger tape rond zijn hoofd als masker. Paul, haal die tape nou eens van je hoofd. Nee. Nou, als ik maar een masker op mag. Oké. Ja, hij is wel in een hotelkamer aangetroffen. En omringd door pillen en een injectienaald. Hij liet wel zijn vrouw Brenna achter, die net zwanger was van een eerste kind. Paul. Rukker. Nou, dat was Paul. Overleden, helaas. Alright! En het is nog Wereldgebedsdag voor de Kerk van China. De dag dat 24 mei was hem weer. Dank voor het kijken. Abonneer je op het kanaal Daily NL. Leuk dat je hebt gekeken. Arrivederci. Bis morgen.